afspraak was dus 1 drankje en volgens mij is mijn glas nu leeg. Mag ik nog 1 keer hetzelfde, alsjeblieft? Hé! Hey. Hey. Het woord nee komt kennelijk niet voor in jouw vocabulaire. Nee. Doe het nog eens. Wat? Nou, wat je doet als je lacht met je ogen. Doe het nog eens. Ja, nou, het is lief. Wat? Niks. Wil je niet veel liever met George? Na dat afscheidsfeestje van Dennis. Hoezo? Nou, gewoon. Jullie zijn vrienden en ik vind dat prima. Dus. Nou, ik weet niet eens hoe George gaat. En trouwens, ik ga liever met jou. Maar ik ken Dennis amper. Ja, maar je kent mij toch? Tenminste, als je zin hebt om mee te gaan. Ik denk het wel. Maak jij je zo druk om, George? Heb ik daar reden toe? Absoluut niet. Want ik vind jou de leukste. Je bent de lekkerste, de grappigste. Wat? Moet ik het bewijzen? Ik vind dat het niet kan, het geflikvlooi op de werkvloer. Nee, dat heb je zeker nog nooit gedaan. Ik vind gewoon dat het niet kan. Ja. Je zal me waarschijnlijk niet geloven, maar ik vind je leuk. En waarom geloof ik dat toch inderdaad niet? Ik vind je meer dan leuk. Ik ben gewoon nog niet toe aan iets nieuws. Het is jammer dat je zo'n oppervlakkig beeld van me hebt. We zouden elkaar beter kunnen leren kennen. Wie weet. Hey. Het spijt me. Wat? Ik had je nooit mogen vragen om ons huwelijk uit te stellen. Oh. Wees alsjeblieft niet boos op me. Nee, hoezo? Waarom liep je dan opeens weg? Oh, ik moest achter Nina aan, dat ging niet goed. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Ja, het is beter om het uit te stellen. Ja, het is ook gewoon moeilijk voor me nu. Ik had zo graag gewild dat Jack erbij was, weet je. Hij was niet gekomen waarschijnlijk, maar... Ik begin me steeds meer te beseffen dat ik hem gewoon nooit meer ga zien. Dat begrijp ik. Ja, ik weet dat je dat begrijpt. En dat vind ik ook zo mooi aan je, dat... Ondanks dat je een hekel om me hebt, dat zet je gewoon opzij. Omdat je zoveel me geeft. We kunnen nog altijd trouwen, toch? Ik hou van je. Ik hou van jou. Dit is de voicemail van Nina Sanders en Tasje Stief. Spreek een bericht in naar de piep. Ja, lievertje, met mama. Wil je mij terugbellen als je dit hoort? Ik ben een beetje ongerust. Oh, dat is helemaal nergens voor nodig. Hé, hey, waar was je nou? Sporten. Tenminste, dat was ik van plan. Ik ga aangifte doen. Ja, als ik niks doe, dan doet René het misschien wel nog een keer. Misschien niet bij mij, maar hij moet gewoon gestraft worden. Ik vind het ontzettend goed van je. We bellen de politie en we gaan er meteen morgenochtend naartoe. Morgen? Ja, waarom niet? Hoe sneller je er vanaf bent, hoe beter lijkt me. Nou, ik heb het morgen nogal druk. Ja, kan het niet volgende week? Ik bedoel, dan kan ik me er ook wat meer op voorbereiden. Schatje. Je hoeft echt nergens bang voor te zijn. Ik ben niet bang. Het is gewoon... Ik zie mezelf daar al zitten op het politiebureau... met zo'n kerel die dan van die gênante vragen stelt. Weet je wat, we vragen de politie gewoon om hier naartoe te komen. Zodat ze hier je verklaring op kunnen nemen. En trouwens, het is waarschijnlijk gewoon een vrouw. Hoe weet je dat? Omdat dat meestal zo is bij dit soort zaken. Maar misschien kent die vrouw alweer iemand die ik ken... en die kent dan ook weer iemand die mij kent. En, ja, straks weet iedereen het. Maar de politie moet natuurlijk wel gewoon zijn werk kunnen doen. Hm? Ik kan in ieder geval niet meer met hem werken. Ja, zou je dat nog willen dan? Heb je dat gedaan? Tasje Stief is het belangrijkste in mijn leven. Maar het... Waar haalt die vent het gore lef vandaan om überhaupt nog bij jou in de buurt te komen? Nou, hij doet het echt niet nog een keer. Maar hij moet gewoon worden opgepakt en jij moet uit zijn buurt blijven. Lieverd, je hebt hem toch niet nodig? Je hebt jezelf al meer dan waargemaakt. Lorena heeft alle gelegenheid om van u te stelen. Hè, als dat al niet gewoon gedaan heeft. Als hij geld uit de portemonnee pakt, heeft hij het waarschijnlijk niet eens door. Nou ja zeg, je doet net of ik een seniel oude mens ben. Sorry. Oma, u heeft wel Alzheimer, hè? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal de klus kwijt ben. Ja, dat weet ik. Kijk, oma, er zijn gewoon wat dingetjes die u vergeet en... Ja, je denkt toch niet dat ik overal met mijn portemonnee laat slingeren? Nee, en dat bedoel ik. Ja. U moet toch in de gelegenheid zijn om in uw eigen huis de portemonnee te laten slingeren? Het feit dat u dit zegt, dat betekent ook dat u Lorena niet helemaal vertrouwt. Nou, maar ik zeg altijd, de gelegenheid die maakt de dief. Lorena is een slang. Sorry, maar... Ik vind dat u alleen mensen in huis moet nemen die u 100% zeker kan vertrouwen. Nou, daar heb je wel gelijk. Dus u vindt ook dat u Lorena eigenlijk gewoon moet ontslaan? Maar ik wil haar niet kwijt. Weet je, het klinkt misschien gek, hè? Maar ik vind dat ze heel veel van mij weg heeft. Dat ze op mij lijkt. Nee, dit meent ze niet. Ja, jawel. Dat vind ik wel. Kijk, ik hield ook van luxe. En ik kon heel krengerig zijn vroeger. Dat kan jij je vader vragen. Oh, maar u kunt zichzelf niet met Lorena vergelijken. Ja, maar ieder mens heeft verschillende kanten. En nou, Lorena die heeft best hele leuke dingen. Ze is heel aardig, ze zorgt goed voor me. Mevrouw Zwart? Ik wil haar niet kwijt. Je hebt iets in mijn drankje gedaan waardoor ik oud ben gegaan. Je hebt mij verkracht. En waarschijnlijk niet alleen jij, ook die vieze vriendjes van je. Ik geef je aan bij de politie. En dat niet alleen. Ik ga aan iedereen vertellen wat voor iemand jij bent. Je kan me vertrouwen. Ik begrijp het toch niet. Ik denk dat ik het misschien wel begrijp. Dat meisje waar jij het laatst over had, dat misschien is aangerand, is dat Nina? Zullen we verder gaan kijken? Loop de trap maar op.